Ik ben Steven, ik werk bij de luchtvaartpolitie van de landelijke eenheid bij het team luchtvaarttoezicht. En net als in het verkeer zijn er ook regels in de lucht. Dus daar moeten mensen zich aan houden, piloten als ze gaan vliegen. En daar controleren we ook op. Daarnaast doen we ook onderzoeken naar ongevallen en andere incidenten binnen de luchtvaart. Nou, we zijn nu op Schiphol Oost aangekomen. We rijden nu naar het General Aviation Platform om daar te kijken welke vliegtuigen er zo gaan vertrekken of binnenkomen, zodat die gecontroleerd kunnen worden. Nou, ik zie daar een piloot die bezig is met zijn voorbereidingen voor, om te gaan vliegen. Dus we gaan er naartoe en die gaan we controleren. Nieuwe Vastman. Hallo, luchtvaartpolitie. Ik ben bezig met een algemene controle vandaag op Schiphol. Ja, de controles die we uitvoeren is vooral op de kleine luchtvaart gebaseerd op de vluchtvoorbereiding. Als je gaat vliegen, dan kan je niet zomaar in je vliegtuig stappen, net als in een auto je dat wel doet. En nou, we controleren of een piloot zich wel goed heeft voorbereid op zijn vlucht, zodat hij hem veilig kan uitvoeren. Dat is de Weather Balance. En ja. Verder heeft u nog het weer bekeken? Ja, ik heb de noodtoms uitgedraaid. Ja? En het weer bekeken. Nou, de wolkenbasis is vrij laag, dus ik wacht even. Ja, nou dan is dit deel in orde. Ik loop nu een rondje om het vliegtuig heen om te kijken of ik nog bijzonderheden zie. Of er eventueel onderdelen los zijn, waardoor er misschien gevaar kan zijn voor de vlucht. Nou, het vliegtuig ziet er prima uit. Dan ga ik nu door met de alcoholcontrole. In het wegverkeer mag je 0,5 promil hebben en in de lucht is het 0,2. Dat is eigenlijk hetzelfde als een beginnend bestuurder. En dat ze P van passeren. Dus die is ook in orde. Dan zou ik zeggen, hele goede vlucht. Nou, naast de kleine luchtvaart controleren we ook de grote luchtvaartuigen. Dus eigenlijk gaat het dus van een Cessna tot aan een A380 wat we controleren. Hallo, 8034, OC over. OC, zeg het maar voor de 8034. Ja, kunt u gaan naar het Amsterdamse bos, locatie Grote Heuvel. Daar wordt opgewacht door een boswachter die heeft een droomvlieger staande gehouden. De grote heuvel van het Amsterdamse bos. Ja, ik ga die kant op. Ja, op het moment krijgen we best veel droommeldingen. Die dingen zijn overal te koop. Veel mensen gaan er zomaar mee vliegen zonder dat ze zich verdiepen in de regels. Ja, en als je vlakbij een vliegveld zoals Schiphol gaat vliegen, is het natuurlijk een botsingsgevaar. Dat is de meest extreme vorm. Maar het kan ook zijn dat een piloot toch schrikt van zo'n ding wat in één keer vlak voor hem komt. En dat kan ook gevaar opleveren. Ah, kijk, we zijn er. Ik zie daar de boswachter en de drone. Even kijken wat we gaan aantreffen. Hey, goeiedag. Hoi. Hoi, Steef van de luchtvaartpolitie. Albert Boswachterij. Hoi, Steef van de luchtvaartpolitie. Nou, we treffen meneer aan, vliegend met een drone in het Amsterdamse bos. Okay. Ik heb hem hierop aangesproken dat het hier verboden is. Ja. En bij deze draag ik hem aan jou over. U hoeft geen antwoord te geven hoor, maar weet u dat dat niet mag? Nee, wist ik niet. Nee. Want heeft u hier wel eens vliegtuigen zien vliegen, heel laag over? Ja, nou, je het zegt. Ja, dan is het niet de bedoeling om daar te gaan vliegen, want daar kunnen natuurlijk vervelende dingen mee gebeuren. Dus daar wordt procesverbaal tegen u opgemaakt. En dat apparaat wordt in beslag genomen en u wordt op een later moment op het politiebureau uitgenodigd om gehoord te worden als verdachte. Dat is niet zo mooi. Nee, dat snap ik. Het is moeilijk om een droomvlieger te pakken op hete daad. Want ja, je moet toevallig net die vlieger aantreffen. En we hadden nu geluk met een boswachter die hem zag vliegen. Droomvliegen is in bepaalde gebieden verboden. Op de website van de Rijksoverheid staan alle gebieden in een kaartje netjes aangegeven waar je niet mag vliegen. Dus tegenwoordig moet het heel makkelijk zijn om erachter te komen waar je wel en niet met zo'n apparaat mag vliegen. Nou, ik ga weer naar Schiphol. Nog wat papierwerk afhandelen, de drone inleveren en dan zit mijn dienst er weer op.